De DA5302 en de K4301. Kom eens uit. Heeft u bericht? Geeft u een bericht? Ja, voor jullie mogen we aanrijden met een 1 zonder naar Bomenbuurt. Staat daar een exporteur die mogelijk agressief doet naar de vriendin toe. De vriendin zit binnen in de woning en voelt zich bedreigd. Dus dat is Gaan we aanraden? de KM4315 te plaatsen. Oh god. 100 meter uit. 01 is minuutje uit. Hij... Broer, maak die deur open. Hij gaat die deur open maken, man. Meneer. Oh, wat moet je? Wat moet je? Wat bent u hier aan doen? Ja, ik kon godverdomme huizen, man. En u wat? Dat rotwaaf. Ja, dat rotwaaf dat daar staat. Dat wil me niet binnenlaten. En had u misschien voor mij even een ID-kaart? Zo met jij een ID-kaart, grap. Ik had even willen weten wie je bent. Dus, zou ik uw ID-kaart mogen? Misschien. Nou ja, ik ga gaan we deze voortdragen, dus. Ja, stekeltje hier alsjeblieft, man. Stop, sluitje geeft aan de collega. Ja, Burger, als ik deze door de mails heen haal, wat komt eruit? Vaker bekend geweest met geweld. Meneer, ik zie dat u een bekende bent. Wie zegt dat? Zeg mijn systeem. Leuk voor je. Zeg het eens, wat is hier precies aan de hand? Want ik kom hier net te plaatsen. Ja, ik wil gewoon mijn huis in, maar dat troela daar, die wil me niet binnen laten, man. Als ik kijk op jou in het mail, woon jij hier ook? Steve. Op wie staat het huis beschreven, op de vrouw of de man? Man. Ja, Jonathan. Dan gaan we zeg het eens. Een gesprek aan. Hé, hey, maar ja, voor jullie, dit is godverdomme ex. Ik heb het 2 dagen geleden uitgemaakt en de waaf is nog steeds niet mijn huis uitgegaan. Ja. Als je misschien even bij je auto wilt wachten, dan gaan wij even in gesprek. Ja. Ik heb even in gesprek met mijn vrouw. Mevrouw politie. Ja, hallo. Hallo. Kom er maar binnen hoor. Ja, is goed. Deur is open. En je had gebeld. Ja, hij was vanmiddag weggegaan, stom dronken. Zoals u ook ziet, mijn bril ook geslagen. Ja. Ik durf hem gewoon niet binnen te laten. Ja, dat is begrijpelijk hoor. Dat kan ik heel goed verbeelden. Verder, heeft hij enige dingen gedaan waar je aan bent verwond? Te zien? Ja, mijn oog. Het is helemaal okay, blauw ook. Wil je daar aangifte voor doen? Ja. Maar dan gaan wij hem aanhouden. En dan blijft hij maar even voor nu in uw woning. Dan gaan wij hem even aanhouden. Oké, dan ga ik naar boven. Ja, is goed. Kom ik zo bij je terug. Okay. Wat is er precies aan de hand, jongens? Hij mag aangehouden worden. Brouwoog persoon wil aangifte doen voor mishandeling. Hé, hey, ga weg hier. Laat dat mes vallen, handen laten zien. Hoezo? Laat dat mes vallen. Laat dat mes vallen of er wordt geweld gebruikt. Ik vraag niet nog een keer. Zij gaat toch niet uit mijn huis? Staan blijven, vriend. Mes neer of deze wordt ingezet. Ja, staan blijven. Wat ga jij eraan doen? Zij moet gewoon uit mijn huis. Zet dat mes weg. 53.01 urgent. Ja, 53.02 kom eruit. Geef door. Eenmaal persoon aangehouden. Deze ingezet, persoon trok een mes. Er zit nog veilig binnen in de woning, hoofd. Alles onder controle. Oké, voor u vernomen. Er wordt arrestant voor de kant opgestuurd. Als ik kijk, waar zitten de pinnen vast? In de buik. Oké. Sterretje verwerkt binnen, voorzichtig. Wat zit nou even nodig, joh? Je moet gewoon mijn huis uit, man. Of zoontjes. Ze zijn ook niks, hè? Taal jullie godverdomme. Nou, meneer, u bent hier zo aangehouden. Mevrouw wil de aangifte doen van mishandeling. So, ja, joh, ga toch lekker in mijn gezicht staan. Ik van mishandeling. U heeft recht op een advocaat en die zelf nee heeft, kunt u inkrachten van het Openbaar Ministerie. U heeft recht om te zwijgen, dat betekent dat u niet tot antwoord verplicht bent. Heeft u dat begrepen? Ja, hoor. Allee, de WF moest gewoon mijn huis uit. Dus ik doe ook nog eens aangifte op dat WF. Want dat is god. Aangedom, man. Maar wordt dat allemaal op bureau geregeld? Ik ga even nog naar de mevrouw toe. Ja, sterretje tilt op. Hallo, mevrouw. Hallo. Zou je mij misschien kunnen vertellen wat er allemaal gebeurd is? Ja, hij was dronken thuisgekomen gisteren. Vanochtend ging hij ook weer dronken weg. En hij kwam thuis. Ik had het eten misschien aangewand. En had me een paar hele harde klappen gegeven.
En toen, ja, vanochtend was hij dronken weggegaan. En ja, net stond hij weer terug voor de deur. En hij blijft zeggen dat ik zijn ex ben, maar hij heeft me nooit iets gezegd van het uitmaken. En ik heb dus ook nergens om heen te gaan. Oké, en hij heeft u dus geslagen in uw oog, hè? Ja, mijn rechteroog. Vind jij het goed dat ik daar even een foto van maak? Ja hoor. Dan gaat u even met ons mee naar het politiebureau en dan gaan we daar uw aangifte op opnemen. Vindt u dat oké?